kerstmis. Winkelcentrum. Dadelijk begint de jaarlijkse kerstkortingsprijspakkerpiek. Alle mensen. Als die oude Willemsen van de overkant nog één raar beeld in zijn voortuin zet, dan heb ik geen keus meer en wordt het echt tijd voor het opblaasbare rendier. Chris, hier zijn je stijgijzers om de prijspakkerpiek te beklimmen. Wow. Dat is wel een zielig rendier, zeg. Wat ben je in vredesnaam aan het doen, Christian? Oh, mam, we gaan naar de kerstkortingsprijspakkerpiek. Inderdaad, mevrouw Xena. Chris maakt kans op een ongekende hoeveelheid duurspeelgoed waar ieder kind deze kerst van droomt. Chris, richt je eerst de kerststal nog even in. Maar ik heb de kerstman en de elfjes en de sneeuwpop neergezet. En 300 meter kerstlampjes opgehangen. En vrede op aarde gesticht. En nou, er is niet veel ruimte meer over. Nergens. En wat maakt het uit? De kerststal is maar gewoon een stuk versiering. Doei, mam. Is een half ontdooide sneeuwpop zonder wortelneus. Oh, ik zal nooit een half ontdooide sneeuwpop zonder... Pas maar op, Christian Xenar. Of je kunt een nieuwe robot voor kerst vragen. Wow. Mam, moet je al die mooie spullen zien? Ik wil de gitaar voor Toby en... Oh, de mixer voor Tante Doortje. En de skipper voor... Jesse, ik weet het niet. Ik denk dat we kerst dit jaar wat kleiner moeten vieren. Al die dingen zijn erg duur. Het spijt me, lieverd. Hey! Wie is hier nu de sneeuwpop? Ongelooflijk! Opgelet, Supercentrum kerstshoppers. Als IJspegel de sneeuwpop uw geluksnummer uitkiest, mag u een klimwagen op de prijspiek. Weet u de top te halen voordat de zuurstokklok op nul staat? Dan vindt u alle geweldige kerstcadeaus uit de rijk gevulde gouden kerstkar. En het winnende nummer is... 2, 3, 4, 6, 3. Dat heb ik. Joyce, Gizmo, al die cadeaus zijn voor mij. Haha. Ah, dit is nou precies waar kerst om draait. Superboek. Hey, mijn winnende nummer. Superboek, ik kan nu niet weg. Ik moet de prijspiek beklimmen. Ik neem jullie mee om getuige te zijn van het belangrijkste cadeau dat de wereld ooit heeft ontvangen. Gis, waar zijn we? In het land van de hele harde vloer. We kunnen ons beter vermommen tot we meer weten. Vermommen als wat? Een bijzettafel? Ja, knechtjes. Breng die eetschalen naar koning Herodes. Schiet op.
Het is een eer uw gast te mogen zijn, koning Herodes. En het is een eer dat u mij een bezoek brengt. Drie wijze mannen die zo'n lange reis ondernemen. Opmerkelijk. Wat brengt u hier in Jeruzalem? Waar kunnen we de pasgeboren koning van de Joden vinden? Want wij hebben zijn ster zien opgaan. En zijn gekomen om hem te aanbidden. Misschien kunnen mijn priesters u van dienst zijn. Ja, er is een profetie dat een leider op zal staan. In Bethlehem. Bethlehem is een dorpje dat zo'n 10 kilometer ten zuidwesten ligt van hier. Bethlehem? Wat interessant. Mijn vrienden, jullie zijn vast vermoeid na jullie lange reis. Als jullie zijn uitgerust en goed hebben gegeten, ga dan op zoek naar het jonge kind. En mochten jullie hem vinden, breng hem dan naar mij toe, zodat ik ook de kans heb om hem te aanbidden. Een koning van de Joden? Nooit. Als zij dit kind niet vinden, dan laat ik mijn mannen naar hem zoeken. Al moet ik er elk jongetje van 2 jaar en jonger voor laten doden. Geen kind dat opgroeit in mijn rijk zal mijn heerschappij aantasten. Wat moeten we nu doen? Wat kunnen we doen, Joyce? Zo te zien heeft Superboek zelf wel een ideetje. Wow. Waar zijn we nu, Wes? Ik kan rennen. Heb je het? Daar breekt het los. Pardon. Kunnen jullie ons helpen? Mijn vrouw is hoogzwanger. We zoeken dekking voor de storm. Volgens mijn geosensoren ligt achter die rotsen daar een grot. Volg mij maar. Ik ben Joyce en dit is Chris. En onze stoere aanvoerder daar is Gizmo. Nee, dak. Het is maar een dak. Vals alarm. Kom maar. Gizmo is een bijzonder type. Waar zijn al die mensen nou onderweg? Weet je dat niet? Iedereen moet terug naar waar hij geboren is. Keizer Augustus, de leider van Rome, heeft bevolen dat iedereen wordt geregistreerd. Wat is dat, geregistreerd? Hij wilde een volkstelling, zodat ze weten wie iedereen is en waar hun familie vandaan komt. Oh. Denk je, ik weet het niet, dat zij die baby krijgen waar koning Herodes het over had? Maria, Jozef en het kindeke Jezus. Oh, de echte! Die van het kerststalletje waarvan mama wilde dat ik het in elkaar zou zetten. Zouden zij dat echt zijn? Chris, zouden ze enig idee hebben dat over 2000 jaar mensen het nog steeds over ze hebben? Morgen komen we aan in Bethlehem. Dat is ook erg verstandig. Mijn medisch kind laat zien dat Maria ieder moment een kindje kan krijgen. Doe je speeltje maar weg, Gizmo. Maar Maria, vond je het niet super spannend toen je hoorde dat, nou ja, je moeder wordt? Het allermooiste nieuws dat ik me ooit kon voorstellen is me aangekondigd door een engel. Een engel? Ik was bij mijn ouders thuis. Plotseling verscheen er een licht. Lichter dan ik ooit eerder had gezien. Zelfs lichter dan de zon. Je hoeft niet bang te zijn, Maria. God heeft je uitgekozen voor iets moois. Luister, je zult zwanger worden en een zoon krijgen. Je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob. En aan zijn koningschap zal geen einde komen.
Hoe zou dat nou kunnen? Ik ben nog maagd. De Heilige Geest zal bij je komen. En door de kracht van de Allerhoogste God zul je zwanger worden. Daarom zal jouw kind bij God horen en zal hij Zoon van God genoemd worden. Zo, dat hoor je ook niet iedere dag. Eerst was ik boos toen ik hoorde dat ze zwanger was. Want we waren nog niet getrouwd. Maar in een droom zei een engel me dat het goed was. Toen wist ik zeker dat God wilde dat we man en vrouw zouden worden. Sorry. We zijn zo terug. Joyce, ze zijn het zeker weten. Als Herodes ze vindt, is het afgelopen. Hoe zou Herodes ooit een klein babytje in zo'n enorm groot land kunnen vinden? Wat? Moet ik nou in mijn eentje het denkwerk doen? De volkstelling. Zijn soldaten weten dan wie iedereen is. Wie een baby heeft of er de afgelopen 2 jaar eentje kreeg. Maria en Jozef staan straks op die lijst. Samen met de baby. Oh nee, ze weten al waar we zijn. Gizmo, doe een transmateriële thermoscan en zoek uit hoeveel er achter die heuvel zitten. Mijn data geeft aan dat er honderden... Honderden? Zie je nou? Ik zei het. Ja, Chris. Honderden schapen achter die heuvel zijn. En ook nog eens 2 schaapherders. Schaapherders. Levensgevaarlijke figuren. Kun je er nu over ophouden, Chris? Hey, het hadden soldaten kunnen zijn. Ik ben voorzichtig. Superboek had het over het belangrijkste cadeau dat de wereld ooit heeft ontvangen. En daarmee bedoelde hij haar baby. Wie geen familie heeft in Bethlehem, trekt verder. Er is hier geen plaats voor jullie. Jozef, ben je niet bezorgd over Maria en de baby en zo met al dit gedoe? God heeft een plan, Chris. Doorlopen. Ik zei dat hier geen plek voor jullie is. Ja, misschien. Doorlopen. Maar ik ben ongerust over Herodes' zijn plan. Wat zei je daar? Sorry. Niks hoor. Jozef, maar stel nou. Ik bedoel, wat als God niet bij jullie is? Chris, hij zei, tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob. En aan zijn koningschap zal geen einde komen. Ze willen niet luisteren. Waarom probeer ik het nog? Chris, draai eens niet zo door, wil je? Maar denk gewoon eventjes helder na. Nadenken? Waarover? Over hoe ongelooflijk dit is. Over cadeautjes gesproken? Kijk nou! Door Superboek zitten we eerste rang bij de allereerste kerstmis ooit! Weet je, hiermee is het allemaal begonnen. Kom op, noem je dit nou kerstmis? Ja, dit is nog geen feest! Waar is de kerstboom en alle versiering? Ja, en waar is de kerstman? Die oude buurman aan de overkant van de straat maakt het met al zijn beelden een stuk kerstiger dan ik tot nu toe hier heb gezien. Jongens, volgens mij zien jullie het niet. Maar ik hou van de kerstman. Ja, en Rudolf. Ja, waar is het kerstgevoel opeens gebleven? Precies, ja. Uh-oh, nou zul je het krijgen. Is dit uw vrouw? Niks aan de hand, meneer. We gaan al. Meteen. Wanneer verwacht ze het kind? Snel. Probeer de allerlaatste tent. Die hebben nog plek. Misschien kunt u daar terecht. Dank u.
Zie je, nu weten de Romeinen waar ze is. Luister nou toch eens naar me. God zal heus niet iets laten misgaan bij de geboorte van zijn zoon. Hoe vaak moet ik mezelf herhalen? Mijn herberg is helemaal vol. Ik zal het Maria vertellen. Oh, zeg, hoe kunt u ze wegsturen? Ze verwachten een kind, vannacht. Alsjeblieft, ik wil niet onaardig zijn, maar met zoveel reizigers zijn alle plekken in de stad al bezet. Ik heb alleen nog een stal over daar in het veld. Echt, een stal? Ja, op die heuvel. Jullie mogen daar wel overnachten. Moet de redder van de wereld in een stal geboren worden? Hier wordt geschiedenis geschreven, hoor. U heeft de kans er echt nog wat van te maken. Maar op deze het manier... Het heeft een dak en muren. Dus wil je het of niet? Weet u wel wie Jozef en Maria zijn? Het kind dat ze verwachten zal... Zeg, spreek ik soms Chinees of zo? We nemen hem. Moet serieus hier de zoon van God geboren worden? Joyce, Chris. Oh, de baby. Hij komt. Oh. Achter op de ezel liggen dekens. En zoek wat schoon water. Een meer, wat dan ook. Ik wil niet naar de put in het dorp met die soldaten daar. Wat is er nou toch, Chris? Ben ik dan de enige die hiermee zit? Wat? Water zoeken voor Jozef en Maria? Nee, ik bedoel dit allemaal. Ik wil helpen. Ik wil geloven. Maar als Maria straks echt de zoon van God krijgt, waarom helpt God ons dan niet gewoon een klein beetje? De Heer. En zo kunnen jullie hem herkennen. Het kind is in een doek gewikkeld en ligt in een voederbak. Eer aan God in de hemel en vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt. Horen jullie dat ook? Kom mee! Hoi, we zijn er weer. En met meer dan eerst. Net als wij. Jozef had gelijk. Gods plan kwam gewoon uit. Niet zoals iedereen had verwacht,
maar wel helemaal zoals God het bedoeld had. Liefde betekent niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en dat Hij zijn Zoon heeft gezonden als een boeteoffer voor onze zonde. Ik herhaal, het winnende nummer is 2, 3, 4, 6. En? 3. Ga je de prijspiek nog beklimmen? Weet je wat? Zolang ik me kerst al herinner, wilde ik dit een keer winnen. Voor mij was dit het hoogtepunt waar Kerstmis om draaide. Maar dat is het niet. Vrolijk kerstfeest. Laatste keer. 2, 3, 4, 6, 3. Nee. Niemand? Ik heb hem. Ik ga de piek beklimmen. Woehoe. Wat geweldig. Wat ben jij snel terug van het winkelcentrum? Iets vergeten? Nee. Eerder... dat ik me weer iets herinnerde.
Jij en ik, stel je voor, zeg, samen reizend, dwars door de geschiedenis. Stap voor stap, te ontdekken, wat de betekenis achter het mysterie is. Gods woord vormt de spiegel. Voor wie het maar horen wil, is het eeuwige woord. Het woord voor iedereen. De waarheid die in ons leeft, is het woord dat straalt. Het hemelse kracht, dat God jou uit zijn liefde geeft. Dus ga mee op reis. Superbook. Hosanna, Hosanna, the word Superbook.